Ja, een tweede plaats voor Team Brunel. Je zou van tevoren zeggen een goed resultaat, maar iedereen heeft gezien, we worden ingehaald, punt 3 voor de finish. Ja, en dat is gewoon cool. Dat is gewoon, zeilen kan gewoon soms een heel vervelend spelletje zijn. En dat is gewoon soms hoe het gaat. Maar ik denk de highlight is dat we redelijk goed hebben gevaren deze hele etappe. Ik denk dat we tactisch goed hebben gevaren. We hebben één shift gemist in het begin, toen Turn the Tide en Westers een jump maakten. Maar van daar af aan hebben we gewoon goed gevaren. En ja, als je ook dat laatste stuk dan ziet, dat de boten van achteren steeds dichterbij komen. Ja, dat is gewoon bad luck. En je ziet het dan Dong Feng, die op een gegeven moment zelfs voor ons lag. Volgens mij liggen die op dit moment vierde, dus ja, natuurlijk niet de meest blije man op dit moment, maar ik denk dat we toch trots kunnen zijn op dit resultaat.